groepswedstrijden in Duitsland drie sterke tegenstanders. De ploeg van Marco van Basten ontmoet Servië-Montenegro, Ivoorkust en Argentinië. Het eerste duel is in Leipzig. Servië-Montenegro is de tegenstander. Van Persie. Dat is geen buitenspel van Robben, die ontsnapt. Ryan Robben met de kans en de goal. De goal van Nederland. De eerste kans en het is onmiddellijk raak. Hoe voortreffelijk. Die paas van Robin van Persie stuurt Robben weg. Blijft rustig oog in oog met Jevrić. En zet Nederland op voorsprong. Robben. Zo! Lekkere knal van Arjen Robben. Onjen Korrelman met een uithaal. Van Persie zou het ook zelf kunnen vanuit deze positie. Dat doet hij ook, maar de bal gaat net voorlangs. En dan fluit Merk af en heeft Nederland de eerste wedstrijd op dit WK 2006 gewonnen. En is Arjen Robben de matchwinner. Ik heb me nooit zorgen gemaakt, omdat je maakt gewoon, soms heb je wedstrijdjes dat, dat lukt niet alles. En vandaag lukt het wel aardig en dan zie je het resultaat. Voor de tweede wedstrijd reist Oranje naar Stuttgart. Dit keer is Ivoorkust de opponent. Nog nooit eerder had het Nederlands elftal op een wereldkampioenschap tegen het Afrikaanse land gespeeld. Bij een overwinning zou een grote stap naar de tweede ronde worden gezet. Van Persie. Heitinga is mee rechts. Van Persie maakt daarvan gebruik. En wordt keihard onderuit gehaald door zijn ploeggenoot van Arsenal, Kolo Touré. Kan dit ons wat brengen? Het wordt Van Persie. En het is 1-0. En hij pakt daar de goede hoek van de muur natuurlijk. Waar een dwerg staat. Waar Bokaan staat. Vraag je af. Als je even met Ivoriaanse ogen zou kijken, waarom staat Boka daar in de muur? Die kleine. Dat is vragen om problemen. En Van Persie voelde dat haar fijn aan. Daar moet ik zijn. Robben. Zoekt de man op. Het gaat er langs of hij hier niet staat. Langs Eboué. Van Bommel, Robben. Nu geven. Geen buitenspel. Van Nistelrooy en 2-0. De laatste maanden van het seizoen kende hij Ruud van Nistelrooy op Old Trafford. Alsof hij bevrijd was, streek hij neer in het kamp van Oranje. Was gelukkig met zijn goals voor Oranje in de oefenwedstrijden. Maar dit is de goal die echt telt op het grote platform. Zijn eerste WK-doelpunt van Ruud van Nistelrooy. Bakary Koné is weg. En hij scoort. Kleinste man op het veld. Ivoorkust heeft zijn zin. Het heeft hij vlug gedaan nog voor de rust. Ruim voor de rust. Zelfs voor Van der Sar is hier geen houden aan. Drogba. Wie haalt hem weg daar? In godsnaam. Van Persie dacht ik. En die gaat over. Ja, Drogba kopt. En die zou er zo zijn ingegaan. Als daar niet met de borst vooruit Robin van Persie staat. Om het land te behoeden. Onmiddellijk volgt het eindsignaal van Oscar Luiz. En zo wint Nederland met hangen en wurgen van Ivoorkust. Dat in de tweede helft lang de wedstrijd dicteerde. Maar eind goed al goed. Nederland wint. Met 2-1. We vlagen ook heel goed spel, vooral in de eerste helft. Hebben we gewoon goed combinatievoetbal laten zien. En we hebben keihard gewerkt tot in de laatste minuut. Dat is iets waar we trots op mogen zijn. We hebben de volgende ronde bereikt. In Frankfurt is Argentinië tegenstander nummer 3. Omdat beide ploegen de eerste twee duels hebben gewonnen, is de wedstrijd een formaliteit. Onder toeziend oog van Pluisje staat de groepswinst op het spel. Kuit troef daar Ayala af. Kuit! Hoho! Riekelme. Oeh, dat scheelt bijna, zeg. Die bal komt tegen de paal. Daar komt Nederland goed weg.
Oh, mooi gespeeld, Messi. Riquelme. Riquelme. Oeh, wat scheelt het. Rafael van der Vaart. Van der Vaart. Net iets te veel effect. Luis Medina Cantalejo fluit voor het einde. En zo is Argentinië groepswinnaar en is het Nederlands elftal tweede geworden op basis van een minder doelsaldo en speelt het tegen Portugal.